Dit schilderij noemt in feite illusie. En ik ben daar heel lang met dat onderwerp bezig geweest, de illusie. En terwijl dat ik dit schilderij aan het maken was, heb ik getracht het woord illusie te kunnen begrijpen en wat het betekent. En aan de hand van het maken van dit schilderij heb ik leren de illusie doorprikken.